We zijn op het Nationaal Automotive Congres, het tweejaarlijks evenement van Vakblad Automotive voor de gehele autobranche. En het thema deze editie is 0.0, oftewel de total reset van de autobranche. Alles verandert, we krijgen zelfrijdende auto's, elektrificatie, ander consumentengedrag, nieuwe toetreders op de markt, fabrikanten die auto's willen verkopen en de logistieke distributie willen verzorgen. Kortom, de hele wereld verandert, de branche moet mee. We gaan in de komende afleveringen kijken op welke gebieden er nou wat verandert. In de retail, in de mobiliteit, maar ook de persoon, de mens en in de aftersales. De eerste aflevering in deze editie is Reset Mobility. Floortje Vink zocht namens Automotive uit in hoeverre mensen nou hun mobiliteitsstrategie moeten aanpassen. Paul Zekhuis, CEO van Autobinck. Je hebt hier net een presentatie gehouden. Ik ben benieuwd, hoe gaat het eruit zien voor de mobiliteitsmarkt over pak een beetje 10 jaar? Floor, ja, als we die vraag, of diegene die die vraag weet te beantwoorden, die gaat rijk worden. Het enige wat we daarover kunnen zeggen is dat er heel veel veranderingen zullen zijn. Dus op een termijn van een jaar of 10 vooruit voorspellen kan niemand. Wij gaan ook zover dat we dat niet eens proberen. Dus we hebben geen hele slimme analyses van wat de toekomst brengt. We accepteren dat het onduidelijk is. En we focussen voornamelijk onze energie daarop dat we de reis daar naartoe zo goed mogelijk afleggen. Dus dat we een innoverend bedrijf worden, in plaats van dat we proberen te excelleren door een hele slimme, hele concrete toekomstvisie te hebben. En wat betekent dat dan, denk je, voor de rest van de autobranche? Dat weet ik niet, dat is een goede vraag. Ik denk niet dat er ruimte is voor iedereen. Als je kijkt naar de hele kolom die we nou hebben van importeurs, distributeurs, de dealers, et cetera. Ik denk dat daar heel veel in gaat veranderen. Ik denk dat de branche zich dat ook wel realiseert. Het is niet altijd eenvoudig om ook vervolgens dat om te zetten in acties en een antwoord te vinden. Dus je kunt weten dat je positie onder druk komt. Je kunt dat begrijpen. Maar wat vervolgens, hoe je daar dan mee om moet gaan, dat is lastig. Dus ik denk dat we vandaag in de zaal, waar ik net uitkom, dat we een gedeelte van die mensen die maken die slag. En een gedeelte zullen uiteindelijk, als we over 2 jaar weer een congres hebben, niet meer hier aanwezig zijn. Oké, duidelijk. Je hebt 2 jaar geleden ook gesproken. Kun je vertellen wat de belangrijkste les is die jij de afgelopen 2 jaar hebt geleerd? De belangrijkste les die wij geleerd hebben is dat we zijn begonnen 3 jaar geleden... met investeringen in nieuwe ondernemingen, in ventures. En de les is dat dat belangrijk is, dat we dat doen, maar dat je tegelijkertijd voor moet zorgen dat je je bestaande business, we zijn een bedrijf van 1,3 miljard, met bijna 3000 man, dat je die bestaande business voldoende aandacht aan geeft en dat ze niet het gevoel hebben dat ze op een of andere manier left out zijn. Dus het meenemen van je bestaande organisatie in die transformatie, belangrijker dan het selecteren van goede ventures om geld in te investeren. En daar zijn wij nu de laatste 2-3 jaar mee bezig. Oké, en er komt ook een nieuwe naam. Ik ben heel benieuwd wat deze is. Kun je daar al wat over vertellen? Ik kan alleen vertellen dat ik ook heel benieuwd ben. Er komt heel veel nieuw. We komen met nieuwe commerciële proposities. We hebben nieuwe werkwijze, nieuwe managementstijl zelfs. Er komt een nieuwe locatie. Het bedrijf wat 110 jaar geleden in Den Haag is opgericht, gaat verhuizen voor het eind van dit jaar naar Utrecht. Mobiliteitshub van Nederland, openbaar vervoershub van Nederland. Daar komen ook wij. En uiteindelijk past dan de naam Autobinck niet helemaal meer met het bedrijf dat we zijn. En er zal een moment zijn waarop ik het met jullie kan delen, maar zover zijn we nu nog niet. Nou, graag, want ik hoorde ook dat jij je Tesla gaat inruilen voor een trein. Dus klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, dat is erg interessant. De hele branche hier praat over, zeg maar, carsharing concepten. Maar het hele openbaar vervoer is natuurlijk al carsharing, voertuigsharing, à la lettre. Dus ja, het is best dat openbaar vervoer is best een interessant concept. Dat je met z'n allen in één voertuig zit. En ja, dan moet je dat als je mobiliteit in brede zin serieus neemt en weg wilt van de overfocus op auto's, moet je ook zelf weten wat die dienst inhoudt. En ja, met graagte zal ik in de trein stappen om mij naar Utrecht te laten vervoeren. Practice what you preach. Practice what you preach, heel mooi. Bart Beckers, CCO van Arval. Je hebt net gesproken bij ons op het podium. Ik ben benieuwd, jij zit bovenop alle internationale trends in de leasemarkt, of eigenlijk de hele mobiliteitsmarkt. En wat zijn nou de meest opvallende trends volgens u? Wat ik op dit moment, en inderdaad we volgen het toch wel van heel kort bij, hè, wat ik opvallend vind is dat bedrijven blijven confirmeren dat ze gaan groeien. Ook de grote corporate bedrijven. We hebben net onze barometer uitgebracht in Nederland ook. Hè. En daar zie je dat ook de grote bedrijven, niet alleen de kleine, maar ook de grote bedrijven, heel optimistisch blijven naar toekomstige groei toe. Je ziet dat ook in de cijfers van de leasingmaatschappijen. Dus die markt blijft dynamisch. Wij zitten meer en meer met nieuwe segmenten ook. Hè. Private lease is daar eentje van. Niet alleen, maar dat houdt uiteraard wel in die groeicijfers. Ten tweede wat ik ook zie is dat die energietransitie nu echt wel begonnen is. Hè. Dus spijtig genoeg is dat begonnen met een Dieselgate-verhaal, zoals iedereen wel weet. Maar ja, het is toch goed om te zien, vind ik, dat alle bedrijven en ook individuen, hè, bestuurders en privépersonen die ook leasingcontracten nemen, dat die echt bewust omgaan met keuzes rond alternatieve energie. Dat die ook beseffen dat de verbrandingsmotor af en toe wel een echte optie blijft en diesel ook met name. Maar dat mensen ook echt bewust ermee omgaan, dat bedrijven niet alleen naar CO2 kijken, maar ook naar NOx actief zitten te sturen, naar beneden toe uiteraard. Hè. En dat bewustzijnsproces, dat bewustwordingsproces is echt bezig. Gaan we ook meer met mobiliteit doen? Absoluut, absoluut. Dus daar zien we ook, hè, in diezelfde barometer, dat de meeste mensen, bedrijven, consumenten, dat zij actief kijken naar wat is er als alternatief. Maar ze zijn wel allemaal toch wel bewust van het feit dat een eigen wagen, geleased of niet geleased, misschien toekomstig een shared wagen, dat dat toch wel in de kern blijft van het vervoer, hè, van hun eigen persoonlijke mobiliteit. Maar dat koppelen aan alternatieven, dat koppelen aan carsharing, why not? Hè? Ik vind dat heel goed. Ja, jullie nemen ook steeds meer dingen over van het retailkanaal. Betekent dat dat het huidige, het traditionele retailkanaal gaat verdwijnen op termijn? Wij nemen eigenlijk niet echt dingen over van het retailkanaal. We hebben eigenlijk al, wat distributie betreft, al jaren een politiek dat we zowel via het retailkanaal als rechtstreeks naar de markt gaan, bijvoorbeeld voor small fleets en bijvoorbeeld voor private lease. Ook in de aftersales. Wij werken met partners, zowel in de netwerken van de constructeurs als andere parallele netwerken in functie van het land waar we zijn. Maar wat wij proberen te doen is toch iedere keer te zorgen dat er toegevoegde waarde gaat naar de klant toe, naar de bestuurder toe. En met digitale tools kan je inderdaad gemakkelijker, korter bij de klant komen en beter bedienen. Maar er moet wel nog een partner zijn die de dienst levert, het product verkoopt en uiteindelijk een stukje de value proposition waarmaakt. Dus onze strategie is niet om onze partners te doen verdwijnen, maar wij proberen ons wel aan te passen, denk ik, zoals iedereen, aan opportuniteiten die digital toch wel bieden. Bram Peut, CEO van Eneco e-mobility. Je bent een beetje een vreemde eend in de bij tussen al deze automannen en vrouwen. Ja. Kun je mij vertellen wat er dan toch zo logisch is aan jouw komst? Nou ja, kijk, wat je ziet is dat met de komst van elektrisch vervoer en batterijen en een hele nieuwe wereld aankomt. En vooral ook voor ons in de energiesector. Want het gaat een enorme impact hebben op hoe je gaat laden, hoe je stroom gaat gebruiken. En mijn idee is dat woningen en gebouwen en de energiebedrijven van de toekomst worden. En auto's met hun batterijen daar een cruciale rol in gaan spelen. En vandaar dat wij bezig zijn om onze verdienmodellen en ook onze business heel gericht op die mobiliteit te richten. Ja, en dat betekent dat je gewoon de wereld moet leren kennen. En daarom ben ik hier. Wat zijn volgens jou de belangrijkste trends die er nu tussen nu en 10 jaar aankomen? Dat zijn er een paar. Ik denk dat sowieso elektrische auto's, hè, hoe snel dat gaat, wordt wel heel erg belangrijk. Laadpunten integreren, met name hoe snel de laadpunten worden in het systeem komen. Wat heel erg belangrijk gaat worden is hoe overheden hun beleid gaan aanpassen. Ik denk dat je daar heel goed naar moet kijken. Wij zien ook, dat is een reden dat wij bijvoorbeeld naar andere landen gaan, naar België en Duitsland. Omdat een beleid in een land zomaar geen eens je businessmodel op zijn kop kan zetten en kan stoppen. Hè. Dus dat zie je in Nederland ook met de aanpassing van de bijtelling, dat je in één keer gewoon heel weinig auto's hier gaat krijgen. Dus ik denk dat dat wel 3 belangrijke punten zijn om in de gaten te houden. Nog los van technologie. Ik denk dat er echt wat innovaties aankomen die we nu nog niet zien. Die de komende 10 jaar heel veel mogelijkheden gaan bieden, maar ook heel veel dingen gaan zetten. Ja, tot zover de eerste aflevering in de serie rond het Nationaal Automotive Congres, waarin Floortje Vink op zoek ging naar de reset in de mobility. In de tweede aflevering gaat Bart op zoek naar de reset in de retail.